بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مهدي مدد. How did betekenis van Betrisme in je hoofd? Het betekent afsnijden. Dus wanneer je iemand ziet die wel afstand neemt van de vijanden van de Ahlul Bayt alayhim salam, je denkt van hij snijdt niet af, maar hij snijdt de religie ergens anders af. Zoals het interpreteren van de Koran. Zij interpreteren zelf de Koran. Of zij pakken het van de mukhalifin. Ahlul Bayt alayhim salam hebben dat verboden. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons twee dingen achtergelaten. Het boek van Allah en Ahlul Bayt. Dus wij moeten aan deze twee vasthouden en niet eentje pakken en eentje verlaten. Zoals Omar ibn al-Khattab wanneer hij zei, Hasbuna kitab Allah. Ja, want dat zei hij in Raziyat al-Khamis. Wij lezen de volgende overleveringen. Allah subhanahu wa ta'ala zei, maar niemand kent de interpretatie behalve Allah en de gevestigden in de kennis. Van Abi Basir, van imam Sadiq alayhi salam, die zei, wij zijn degene die gevestigd zijn in die kennis en wij kennen de explicatie ervan. En het verbod van interpreteren. Van Ammar bin Musa, die aan imam Sadiq alayhi salam vroeg over regeren. Dus antwoordde die imam, wie met zijn eigen mening oordeelt, is ongeloof begaan. En wie middels zijn mening een vers van de Koran interpreteert, is ongeloof begaan. Dus dames en heren, trap niet in op mensen die wel distancieren van vijanden van de Ahlul Bayt alayhis salam, maar tegelijkertijd de Koran zelf interpreteren. Oh,